Robert, het spijt me, maar ik zie echt nauwelijks iets hier doorheen. Hoe komt dat? Nou, het is niet zo raar hoor. De tijdgenoten van Galilei die zagen ook nauwelijks iets door. Galileo Galilei, de vader van de moderne astronomie. Precies 400 jaar geleden bewees hij dat de zon in het midden van ons zonnestelsel staat. En dat dus niet de aarde het middelpunt vormt. Hij zag dat allemaal door een primitieve telescoop. Maar zelfs met de technologie van tegenwoordig valt er nog niets op Galileo's bevindingen aan te merken. En dat is knap. Want wie door de telescoop van Galileo kijkt, zal merken dat het niet eens zo eenvoudig is. Galileo was zo enthousiast over alles wat hij met die kijker zag, de nieuwe ontdekkingen die hij deed, dat hij veel mensen demonstreerde zijn kijker en die moesten er doorkijken. En dan had hij het over de manen van Jupiter en als zij er doorkijken zagen ze gewoon een wazig bolletje. Dus het ligt niet aan mijn ogen? Het ligt niet aan je ogen, het ligt eigenlijk aan het hele primitieve instrument en eigenlijk alleen maar heel veel bewondering moet je voor Galileo hebben dat hij daarmee al die ontdekkingen heeft gedaan. Want hiermee kun je heel moeilijk kijken en het ligt vooral aan het feit, de zogenaamde Hollandse kijker, die heeft een heel klein beeldveld. Het is net alsof je door een heel klein rietje aan het kijken bent. Heel klein veldje zie je maar. Ja, en daar moet je dus al die bijzonderheden op zien. Nou, dat lukt bijna niemand. Robert, hoe hebben jullie deze Galileo-telescoop gebouwd? Is het een bouwpakket? Nou, de maten van de telescoop die zijn heel precies bekend. Dus je kunt hem exact nabouwen. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Want als ik de lenzen eraf haal, dan hou je niets anders over dan een volledig lege buis waar je gewoon doorheen kunt kijken. De hele oktober kennismaand kunnen mensen hier door de replica's van Galileo komen kijken. Elke vrijdagavond zijn we open van 8 tot 9:30. En als ze dan toch niks zien, zoals jij ook door die kijkers, dan hebben we hier de MERS-kijker. En daarvan is het zeker dat mensen daardoor de kraters op de maan en ook die manen van Jupiter kunnen zien. Precies zoals Galileo dat 400 jaar terug zag.